Be healthy, be happy. Een hele, hele goede dag, lieve kijkers. Vandaag ga ik een heerlijke, gezonde, vegetarische maaltijd maken in 5 minuten. Ja, in 5 minuten. En je hebt alleen maar 3 ingrediënten nodig. Plus, het is natuurlijk hartstikke goedkoop en hartstikke gezond. Prima! Nou, vandaag gaan we een courgette noedels maken. Heerlijke courgette noedels. Lekker rauw, lekker, heerlijk en gezond. Goed, als eerste wat ik ga doen, ik ga de courgette lekker goed wassen en natuurlijk de uiteinden eraf snijden. Mocht de courgette niet biologisch zijn, haal de schil er dan af. Daarna heb ik een heerlijke, verse, frisse peterselie, een bosje. En daarna heb ik ook een rode ui. Deze is best wel een grote ui, dus je hoeft maar de helft te gebruiken. Goed, zoals je ziet heb ik mijn spiraalsnijder. Dat is deze. Dat is een grote versie. En je hebt ook een kleine versie. Dat is deze, dus ook een spiraalsnijder. Want dan kan je je courgette ongeveer een beetje als een noedel gaan snijden. Peterselie, de uiteinden ga je altijd weer afsnijden. Zo, heel klein stukje, niet te veel. En dan gaan we ook de peterselie snijden in kleine stukjes. Dan naar de uitjes, halve. Mocht je het van pittig houden, kan je natuurlijk ook een hele uitje doen. Maar ik doe de helft en ik doe altijd de rode ui, omdat rode uitjes goed zijn. Ze zijn ontstekingremmend. Dus hartstikke goed ook in je sla of in je andere gerechten. Goed, ik heb mijn glazen kom tevoorschijn gehaald. En ik ga de ingrediënten erin doen. Nou, het eerste natuurlijk is mijn heerlijke noedel courgette met mijn spiraalsnijder gesneden. Daarna de andere twee ingrediënten zoals je ziet. Dat is de uien en de peterselie. Ook lekker voorzichtig erin doen. Zo. Olijfolie. Als je wil 1 theelepel. Hoeft niet, maar ik vind het gewoon lekker. Dan biologische appelazijn. Is heel gezond. Met de sla is het ook heel erg lekker. Je mag natuurlijk ook vinegar gebruiken of gewone azijn. Maar ik vind het gewoon super. Vooral met de courgette. Heerlijk. Ook ongeveer 1 theelepeltje. Daarna zeezout. Ik gebruik alleen zeezout of Himalaya-zout. Geen normale geraffineerde zout. Nou, ook gewoon gevoel natuurlijk. De een houdt van meer zout dan de ander. Daarna 1 of 2 theelepeltjes groentebouillon van Vetara. Hoeft natuurlijk ook niet, maar het geeft echt een heerlijke romige smaak. Nou, dit is 1, 2. Goed, alle ingrediënten zitten erin. Moet je kijken weer wat een mooie groene, heerlijke rode kleurtjes zitten erin. Spat van de gezondheid, van de vitamines, van de mineralen. En dit kan gewoon een hele maaltijd voor je zijn. Je kan zoveel eten als je wil. Dus je kan zelfs 2, 3, 4 courgettes doen. Wat jij wil. En het is ook nog gezond. Vooral als je op een dieet bent, of aan het afslanken bent, of aan het ontgiftigen bent. Dit is ideaal. Prima, nou dan ga ik het nu eventjes lekker mixen natuurlijk.
Het ruikt ook heerlijk door de appelazijn. Fris door de courgette. Peterselie ruikt je ertussen. Ook heel gezond, vol met mineralen. Heerlijk gewoon. Moet je kijken. Wat een pracht. En rauw. Zo, nou, volgende stap is natuurlijk, ik ga het lekker even proeven. Nou, daar gaat hij. Ik ga heerlijk proeven deze lekkere noedel, courgette, noedel. Yummy, wat is dit toch weer lekker. Ik heb geen woorden voor. Het is precies net, gewoon goed, zout, bouillon, gewoon courgette, dat is gewoon zo lekker knapperig. Je kan het met chips vergelijken, het is echt net chips gewoon. Chips is natuurlijk hartstikke ongezond, maar jongens, dit lijkt gewoon op chips. Mocht je naar een film kijken, je hebt zin in chips, ga naar de keuken in 5 minuten, pak je courgette en noedelen maar. Prima! Nou, dat was het. Ik ga nu lekker genieten van mijn courgette. Courgette noedels. Heerlijk, lekker gezond. Lekker fris. Vonden jullie deze video leerzaam? Deel het dan met zoveel mogelijk vrienden, familie en kennissen. En mocht je nog niet geabonneerd zijn op mijn kanaal, abonneer dan op Be Healthy, Be Happy. En dan zie ik jullie natuurlijk weer de volgende keer. En bedankt voor het kijken. Dag! Be healthy, be happy.